Daarvoor ieder van u vandaag 26 augustus woensdag. We gaan een heel nodige en ook toepasselijk boodschap ontvangen vanuit de tweede brief aan de Thessalonicenzen en ook het evangelie van Matthäus. Van oproep om tot eenheid te komen tussen leven en geloof. Een overeenkomstige getuigenis die waarachtige is en ook die ons leven kan doen vooruitgaan als mens en als christen. Het is heel nodig en ook altijd nodig te vernieuwen dat wij deze getuigenis van geloof, die wordt in waarachtige getuigenis kunnen uitstralen voor de mensen. En wij gaan onze harten openstellen voor de komst van de Heer door zijn woord, door de Heilige Geest te vragen. De Heilige Geest is de begeleider. Hij is het licht die ons hart ook kan verlichten. Waar zijn de punten? Waar is de plaats waarin God wilt vernieuwing brengen, licht brengen, leven brengen? Wij vragen u, Heilige Geest, kom en blijf bij ons, blijf in ons. Maak ons hart klaar voor de komst van de Heer door zijn woord. Dan de eerste lees is de tweede brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 3. Gisteren hadden we 2 en vandaag 3. Broeders en zusters, wij bevelen u in de naam van de Heer Jezus Christus, iedere broeder te mede die arbeid schuwt en niet leeft volgens de overlevering die hij van ons hebt ontvangen. Hoe hij ons moet navolgen, is u bekend. Wij hebben bij u geen werk geschuwd en niemands brood om niet gegeten. Dag en nacht hebben wij gearbeid met veel inspanning en moeite om niemand van u tot last te zijn. Niet dat wij er geen recht toe hebben, maar wij wilden een voorbeeld geven ter navolging. Ook toen wij bij u waren, hielden wij u telkens deze regel voor. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. De Heer van de vrede, hij geeft u vrede, altijd en op allerlei wezen. De Heer zij met u allen. Deze groet schrijf ik Paulus met eigen handen. Dit is een waarmerk in elke brief. Zo is mijn handschrift. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Dan gisteren hebben wij gezegd over de thema's in deze brief. En de oorzaak van deze brief was een misverstand van de pas bekeerd christenen in Thessalonica, die door andere gedachten, andere mensen werden afgeleid en zij dachten dat de Heer zou direct komen en dan stopten zij met alles en niets doen, niet werken. En dat was een getuigenis een beetje van in geloof, zo in de wolken. Maar vandaar, het is de kerk die voor ons deze tekst aanbiedt, maar die heel goed toepast bij wat wij gisteren als inleiding van deze brief hebben kunnen delen met elkaar. Deze tekst bevestigt deze misverstanding. En Paulus, hij zegt dat vanuit het voorbeeld dat hij zelf gegeven heeft toen en ook nu nog. Hij was een apostel. Hij werd uitgenodigd door de Heer om zijn leven ten dienste te stellen aan de evangelisatie, maar hij
Verwacht niet dat alles zal komen zonder niets te doen. Paulus was ook hij bouwde tenten. Dan hij werkte in de dag en 's avonds ook. En we kunnen ook hier zien deze evenwichtige getuigenis van werken en bidden. Van werken en getuigen. Van werken en inspanning doen om zijn leven waarachtig te maken. En de laatste punt die ook verbonden is met gisteren. Het is deze zin waarin Paulus zegt, dat is zo is mijn handschrift. Waarom? Toen waren er brieven die kwamen naar de christenen, die werden aangetekend met de naam van Paulus, maar die niet van Paulus was. Dat gebeurt in de wereld, dan Paulus om te proberen bevestigen dat het van hem is, heeft gezegd, kijk, hier is mijn handschrift, zo is het. Daarna de psalm, het is psalm 118:20, die gaat in deze richting van God vrezen, van een waarachtige getuigenis te geven, van werkzaam te zijn en ook een persoon die gelovig is. Gelukkig die God vrezende zijt, de weg des Heeren gaat. Hij zult de vrucht van eigen arbeid eten. Tevreden en voorspoedig zult hij zijn. Ja, zo wordt elk man gezegend die eer heeft aan de Heer. U zegene de Heer uit Sion. Mocht hij Jeruzalem welvarend zien, zolang uw dagen duren. Dan hier zien wij dat deze getuigenis dat Paulus uitlegde bij de eerste lezing is in de getuigenis van een Godvrezend persoon die de vrucht van zijn eigen arbeid eet, zoals hier staat bij de psalm. Maar ook die zijn geloof beleeft door een Godvrezend manier. Dat betekent een geloof die met deze respect vol van liefde beleefd is en doorgegeven is. Daarna het evangelie, Matthäus 23. We zijn verder in deze toespraak van Jezus tegen de schriftgeleerden en fariseeën. En het is een harde taal, omdat ook deze ook hard waren tegen Jezus. En hun hardheid was vooral hun blindheid. Zij waren blinden. Zij dachten dat zij niets tekort schieten. En daar begon alles een beetje gesloten te worden en ook moeilijk te worden, omdat het woord van de Heer kon niet hun hart doordringen. Laten we horen dan de boodschap van vandaag. In die tijd sprak Jezus, wee u, schriftgeleerden en fariseeën, heugelaars. Hij lijkt op gekalkte graven die er van buiten wel mooi uitzien, maar van binnen vol zijn met doodsbinderen en allerhande onreinheid. Zo ziet ook hij van buiten er voor de mensen wel uit, als heilige, maar van binnen zit hij vol huichelarij en ongerechtigheid. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, heugelaars. Hij bouwt de graven van profeten en versiert de graafmonumenten van heiligen. En hij zegt, als wij geleefd hadden in de tijd van onze vaderen, zouden wij niet medeplichtig geweest zijn aan de moord op de profeten.
Hij getuigt dus tegen uzelf dat hij zonen zijt van profetenmoordenaars. Nu dan maakt hij de maat van uw vaderen maar vol. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. En het is hier interessant om te zien dat wat Jezus zegt tegen de fariseeën en de schriftgeleerden, het was in samenwat van hun gedachten. Jezus kon hun gedachten doordringen en een beetje zo lossen van elkaar om te laten zien voor hem hoe zij misdachten. Zij dachten niet zo door een zuiver manier, het was in onreine en in dood gedacht. En Jezus probeerde door zo duidelijk het te laten zien en vrij te zeggen, om hem proberen doen zien en doen beseffen wat zij beleefden. En vooral, waarom was Jezus zo straf op hen? Omdat zij waren leiders toen voor de Joden. En als een leider zo in leven beleefd niet overeenkomt met hun woorden, daar is wel een probleem. En Jezus kwam rechtuit tot hem, omdat zij hadden ook een verantwoordelijkheid. En in hun verantwoordelijkheid, zij deden meer dat als in prestige, in aanzien, dan in dienst en in getuigenis. En dat was voor Jezus onmogelijk. En voor ons is deze lezing en ook de eerste lezing een oproep tot bekering. Wij zijn geen schriftgeleerd of fariseeën enzovoort. Maar wij kunnen altijd ons afvragen, staat mijn leven overeen met mijn geloof? Hoe beleef ik mijn geloof? Hoe beleef ik mijn gebed? Omdat gebed en werk, er zijn allemaal actief dingen. Het is niet passief. Als wij gaan bidden, het is ook een werk voor de Heer. Als wij gaan werken, het is ook een gebed voor de Heer. Dat komt allemaal tot in geheel. En wat God voor ons vraagt vanuit deze lezing, is dat wij dit evenwicht zoeken en vinden tussen tijd voor de Heer en het werk van elke dag. En soms kunnen wij het gevaar hebben van de Thessalonicenzen niets te doen of heel weinig te doen, omdat ze denken dat ze moeten altijd bidden, bidden, bidden in de wolken blijven. Maar in onze maatschappij kunnen wij ook aan de andere kant een heel sterk risico lopen van alleen maar doen, 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 doen en niet stoppen. Geen tijd te kunnen besteden aan God. En hoe dat is nodig voor ons. Niet alleen voor ons geloof, maar ook voor onze evenwicht als mens, in ons lichaam, in onze geest, in onze ziel. Zoveel mensen hebben dat nodig. En wij zien dat ook door de wetenschap dat bevestigd wordt, dat wij als mens dit evenwicht moeten vinden en hebben van evenwicht tussen werken en tijd om tot God te komen, om tijd voor de transcendentie, tijd voor onszelf, maar in deze zin van iemand ontmoeten die ons hart verzadigt, die onze hart vervult. Vragen wij aan de Heer en beantwoorden ook wij aan de Heer deze vraag. Op welk van deze punten zou ik meer opletten? Waar is het punt waarop ik het meest moet opletten? Ik ben meer een persoon alleen van werken, 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 die heel moeilijk stopt om te bidden. Of ik ben een persoon die heel veel bidt, maar die soms laat ik iets tekort zitten aan mijn getuigenis, aan mijn solidariteit voor elkaar enzovoort. Alle twee hebben een oplossing. Het is niet hopeloos, maar het is goed om zo lezingen af en toe te krijgen, om ook onszelf in het licht van God te laten evalueren en ook
analyseren de route en de zijnregister dat wij meer en meer kunnen zijn en worden wat wij wensen en ook wat God wenst voor ons. Wij vragen u hier deze genade van een grotere eenheid tussen bidden en werken, tussen actief en passief, tussen contemplatief en missionair. We hebben iedereen dat nodig hier. Zonder uw hulp vinden wij dit evenwicht niet. Dit evenwicht die nodig is elke dag, elk moment van ons dag, om onszelf niet zo te laten slepen door de bezigheden en om onszelf ook niet te laten verliezen van uw aanwezigheid hier. Vragen wij deze genade door de voorspraak van onze moeder, de Maagd Maria. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt Hij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel, God zegen u.